De film Uma Fusranang is gisteravond gelanceerd in TBL Cinemas. Uma Fusranang is de eerste documentaire over Suriname, gesproken in het Sranang Tongo, en die in de jaren rond de onafhankelijkheid werd opgenomen. De film volgt vier vrouwen, Yeti, Sonja, Somai en Sylvie, die zich verzetten tegen miskenning en uitbuiting en de armoede die ze dagelijks ervaren. Nadia Tillon, voorzitter van Stichting Convivio, zegt dat na de restauratie ze zich weer bezig hield met het begeleiden van vertoningen van de film. Bij de vertoning gisteravond zijn er twee films vertoond, namelijk Uma Fusranang, die voorafgegaan is door de film Strijd op 16 mm. En, de hoofdfilm is niet van jaren 70, maar van recentere datum. 2021-2022. Hij is in 2022 in première gegaan in Amsterdam. En vorig jaar, 8 maart, Internationale Dag van de Vrouw, is Strijd op 16 mm ook voor het brede publiek in première gegaan. Die film is gemaakt door drie jonge vrouwelijke filmmakers die op Uma Fusranang zijn gestuurd. Eentje heeft de film ontdekt in een archief en de ander kwam naar een vertoning en raakte helemaal flabbergasted en onder de indruk van de film. En de derde eveneens, een aantal kameraadjes de naam, van de andere is dat Luna Hupperets en Kiki Ho. Ze raakten dus onder de indruk en kwamen naar ons toe. Voorzitter Tillon haalt aan dat de film Strijd op 16 mm een toevoeging is op de film Uma Fusranang, zodat vooral jongeren de context van de hoofdfilm beter kunnen begrijpen. Wij waren dus toen de film gevonden werd in 2019, zijn wij opgespoord. En zij kwamen ons vragen van ja, het is een geweldige film, maar wij als jongeren en jonge filmmakers denken dat er toch iets meer nodig is, willen de jongeren het begrijpen. Mogen wij een korte voorfilm maken waarin de jaren 70 een beetje geschetst worden, want wij zijn van jaren 80 en 90, dus we weten niet hoe het was in jaren 70. Laat staan dat we weten dat de Surinamers actief waren, progressieve Surinamers, jonge Surinamers van 15 tot 30 jaar ongeveer. Wij wisten dat niet. En misschien kunnen jullie even vertellen hoe in zo'n korte voorfilm hoe de situatie was. Maar vooral, jullie zijn nu veel ouder, hoe jullie erop terugkijken. Tillon legt ook uit dat de voorfilm informatie geeft over de restauratie van de film Uma Fusranang. De vertoning was in samenwerking met Stichting Stubula, het Nationaal Archief Suriname en de projectgroep Uma Fusranang.